In dit schema worden de mogelijkheden getoond. Er zijn thermische snijprocessen waarbij warmte een overheersende rol speelt en mechanische, zoals knippen, ponsen en nibbelen. Deze laatste drie worden in de derde les besproken. De thermische processen en het waterstraalsnijden komen in deze les aan de orde. De thermische processen worden verdeeld in autogeen, plasma en lasersnijden. We beginnen met het autogeen snijden. Het principe is hier verbranding van ijzer. Eerst wordt het ijzer op de plaats van de snijvoeg voorverwarmd en vervolgens wordt het door de snijzuurstof verbrand. Het snijmondstuk staat boven het werkstuk. In het midden de zuurstofstraal met daaromheen de voorwarmvlammen. De zuurstof verbrandt het ijzer tot ijzeroxide, dat als dun vloeibare slak wordt weggeblazen. Bij de verbrandingsreactie van ijzer tot ijzeroxide ontstaat zoveel warmte dat het proces zichzelf in stand kan houden, als de gekozen snijsnelheid dan maar niet te hoog is. De snijbek voorziet dus in twee belangrijke functies bij het autogeen snijden: de voorwarmvlam en de zuurstofstraal. In het midden de zuurstofstraal met daaromheen de voorwarmvlammen. De zuurstof verbrandt het ijzer tot ijzeroxide, dat als dun vloeibare slak wordt weggeblazen.